Inca waren een Zuid-Amerikaanse stam, oorspronkelijk rondom uit het Titicacameer, ergens voor de 13e eeuw. Maar toen was er een man, een koning, de Sapa Inca, genaamd Manco Capac. Hij leidde zijn stam met de mythische magische gouden staf van de zonnegod Inti naar de Cusco-vallei, waar ze een nieuwe hoofdstad zullen vormen, Cusco. Nadat zijn vijandelijke stam, genaamd de Chancas, eruit hadden weggedroven. Zes generaties van Sapa Inca passeerden. Niet veel was gedaan in termen van veroveringen ver buiten de Cusco-vallei. Maar toen, Cusco, 1418. De Chancas, de vijandelijke stam ten westen van Cusco, vielen het kleine koninkrijk aan. De keizer, Viracocha, vluchtte de stad, samen met zijn zonen, Urco en Sosco. Maar zijn derde zoon, Cusi, vluchtte niet. Hij bleef in Cusco en verdedigde het tegen de Chancas. Hij won. En een van zijn geloven was dat Inti, de zonnegod, hem heeft geholpen. Viracocha keerde niet terug, want Cusi had de troon gegrepen. 20 jaar lang probeerde Viracocha hem terug te krijgen, maar hij faalde. Dus gaf hij zichzelf op in Cusco en gaf Cusi officieel de troon. En ook een nieuwe titel, Pachacuti, hij die de aarde laat beven. Pachacuti was een sterke, slimme, maar ook meedogenloze leider. Hij en de zoon die hij later zou krijgen, Tupac, veroverden bijna het hele Andesgebergte. Allemaal zonder enig geldsysteem, zonder het geschreven woord en zonder paarden. Legers en boodschappers werden gestuurd over gigantische wegen langs en over de bergen, met tussenstops genaamd quilas. Opslagruimtes met alles van eten tot legeruitrustingen. En die hadden ze ook zeker nodig, want de Inca-legers waren gigantisch en divers. Alle met hun specifieke specialiteiten, opgemaakt uit mensengroepen uit alle uithoeken van het Inca-rijk. Ook wel bekend als Tawantinsuyu, het land van de vier uithoeken. Pachacuti liet ook een grote stad bouwen, de stad Machu Picchu. Maar uiteindelijk ging ook de machtige Pachacuti dood en werd zijn zoon en generaal Tupac de nieuwe Sapa Inca. Maar zijn zoon, Huayna Capac, was niet zo succesvol als zijn voorvaders. Wat hij wel had gedaan, is de stad Quito in het noorden een tweede hoofdstad gemaakt. Maar tijdens zijn verblijf in Cusco hoorde hij van blanke mannen op grote lama's in het noorden en de ziektes die hun meebrachten. Ziektes waarvan hij en zijn zoon, de kroonprins Dinan, niet veel later aan dood zouden gaan. Door die dood vochten zijn twee andere zoons, Huascar en Atahualpa, om de troon. Huascar nam controle over Cusco en Atahualpa nam controle over Quito. Ze vochten hard. En Atahualpa was aan het winnen. Maar toen hoorde Atahualpa over de Spanjaarden. Ze waren in het noorden van het Rijk, in een klein stadje genaamd Cajamarca. Atahualpa en de Spaanse conquistadorleider Francisco Pizarro hadden afgesproken elkaar daar te ontmoeten. 1532. Pizarro en Atahualpa ontmoeten voor de eerste keer. Atahualpa had geen legers bij zich. De Inca's wisten het niet, maar de Spanjaarden wel. Pizarro probeerde de Bijbel aan te bieden, maar Atahualpa wist er niks van wat het ding zelfs was. Hij gooide het op de grond. De Spanjaarden waren kwaad. Ze vielen de Inca's aan en namen Atahualpa gevangen. Atahualpa dacht dat het gewoon piraten waren. Hij offerde goud en zilver, kamers vol ervan. En Atahualpa's legers gaven het ook. De Spanjaarden namen het goud en zilver en smolten het om naar munten voor Spanje. De Spanjaarden hielpen Atahualpa de oorlog te winnen tegen zijn broer. Maar toen de oorlog was gewonnen, executeerden de Spanjaarden Atahualpa alsnog en namen het hele Inca-rijk over. In 1533, een jaar nadat de Spanjaarden als eerste binnenkwamen in de Andes, was het Inca-rijk veroverd. Alleen een kleine vluchtelingstaat genaamd Vilcabamba bleef over, maar die was ook uiteindelijk veroverd na een poging om het rijk weer te heroveren en werd veranderd naar een marionettenstaat, totdat het helemaal werd afgeschaft en de hele Andes onder de duim van het Spaanse Rijk werd gelegd en de Inca
alleen nog maar bleef bestaan in herinneringen van de orale tradities van de Aymara en Quechua mensen uit de Andes.